Vanwege de steeds groter wordende energiebehoeften moest het onderstation in Coevorden worden gerenoveerd en uitgebreid. Baas BV mocht voor deze klus de engineering, uitvoering en montage op zich nemen. Te beginnen bij de engineering. Eerst zijn de bestaande verbindingen in beeld gebracht om vervolgens een route te bepalen voor het nieuwe tracé. Hierbij hebben we rekening gehouden met het zo weinig mogelijk laten kruisen van kabels, de locaties van reserveverbindingen, maar ook de bereikbaarheid en beschikbaarheid in het kabeltracé voor eventuele toekomstige uitbreidingen. Naast het station was beperkte ruimte beschikbaar door de aanwezigheid van een sloot. Door het toepassen van een dam is er de mogelijkheid gecreëerd voor een extra nutstrook en daarmee voor een geordende inrichting van het terrein. Het ontwerp is enthousiast door Ennexis ontvangen en de uitvoering kon dus beginnen. Er was ruim 9 kilometer kabel nodig om de werkzaamheden te realiseren. 33 nieuwe velden zijn aangesloten en ook de inrichting in de kelder is door baas verzorgd. De nieuw gelegde kabels zijn allemaal getest en in nauwe samenwerking met Ennexis zijn bestaande klantaansluitingen overgenomen op de nieuwe stations. De kabels aan de reservevelden zijn buiten voorzien van eindmoffen. Wanneer deze velden in bedrijf gaan, hoeven er dus geen werkzaamheden in de stationskelders plaats te vinden en hoeft er geen graafplan en toezicht geregeld te worden. Als laatste actie heeft baas in combinatie met de zuigauto zoveel mogelijk oude en vervallen kabels van het stationsterrein opgeruimd, zodat er ruimte ontstaat voor toekomstige aanleg. En zo heeft baas kunnen laten zien, in zowel de engineering als uitvoering, een goede partner te zijn voor dergelijke complexe projecten. Baas, breng nieuwe energie.